welkom bij deze nieuwe adventkalender unboxing. Ik heb vandaag een adventkalender van W7, de Beauty Blast adventkalender met 24 spectacular cosmetic treats. Dus het is echt allemaal make-up. Achterop staat ook wat erin zit, maar daar gaan we natuurlijk niet naar kijken. Ik ga dit jaar weer een heleboel make-up adventkalenders unboxen. Ik heb er al een aantal unboxed, dus abonneer vooral op mijn kanaal als je alles wil zien. En ja, ik ben heel erg benieuwd naar de kalender, want in heel veel adventkalenders zit niet echt alleen maar make-up. En ik persoonlijk hou echt van make-up. Dus ik vind de W7 adventkalender waarschijnlijk weer superleuk. Voor de mensen die niet weten wat een adventkalender is. Een adventkalender is voor in de feestdagen. Er zitten vakjes in van 1 tot met 24. En dan in de maand december of wanneer jij wilt. Maar het is speciaal voor december. Maak je elke dag 1 vakje open. Dus 1 december begin je met vakje 1. En je eindigt bij 24 december met vakje 24. En dan is het ook kerst. Dus dan heb je elke dag, elke ochtend, tenminste ik maak ze altijd open in de ochtend wanneer ik een adventkalender heb. Dan heb je elke ochtend een leuke verrassing, een leuke surprise. Dus elke dag heb je dan een cadeautje voor jezelf. Een adventkalender kun je gewoon halen voor jezelf, dat doe ik vaak. Of je haalt het als cadeau voor iemand anders. Adventkalenders zijn altijd hele leuke cadeautjes om te ontvangen, vind ik persoonlijk. Dus ik ben weer super benieuwd. Ik heb afgelopen jaar ook al een W7 adventkalender unboxed. Dus ik ben weer heel benieuwd naar die van dit jaar. Dus laten we snel beginnen. De prijs van de kalender is 20 euro. En hij is gewoon te koop op de W7 website. Pussy Shop, je hebt hem gewoon overal. Dus het is weer een vrij betaalbare adventkalender. Nou, laten we gewoon gaan beginnen met openen. Ik vind hem wel, hij lijkt heel veel op de adventkalender van afgelopen jaar van hun. Maar ja, whatever. Ik weet niet echt welk punt ik nou wilde maken. Maar oké, hij lijkt in ieder geval op de andere. Nou, we gaan gewoon beginnen. Er zit niks omheen. Je kunt hem gewoon gelijk openen. Oh ja, by the way, ik heb er 2. En jullie begrijpen wel dat ik ze niet allebei gehouden. Dus de tweede gaat in de winactie. Er komt weer binnenkort een winactie. Ik denk dat ik hem ga houden in december. Want dat is een beetje de feestmaand. Dus dan ga ik weer een hele grote winactie houden. En daar komt dan de W7 adventkalender bij. Dus abonneer vooral op mijn kanaal als je die ook niet wilt missen. Haha. We gaan beginnen. 1. Die zit hier. Even kijken. Oh, die adventkalenders openmaken is echt een fiasco als je acryl hebt. Hier, ik ben al gewond, hè. Ik ben echt gewond door het openen van een andere adventkalender. Dus ja, het is altijd een gezeik. Dus ik heb hier mijn schaartje, zodat ik mijn acryl niet verpest. Even kijken, dan beginnen we gewoon hier met 1. Dit is ook weer zo'n adventkalender die voor geen reet open gaat. Bruine losse glitters van W7. Heel cute, ben ik blij mee. Ik hou van losse glitters. Ik heb die nou ook op mijn ogen. Zoals je kunt zien, dat zijn ook gewoon losse glitters. Dus hier ben ik wel blij mee. Nummer 2, die zit hier. Oeh, dit is wel extreem klein. Glam Gloss. Dit is dus een hele mini oranje glanzende gloss. Dit is wel echt, ik vind het wel echt een beetje overdreven klein, maar oké. Even swatchje op mijn hand. Ik vind de kleur wel heel mooi. Het is heel glitterachtig en een beetje een peachy licht roze oranje kleur. Kijk hoe klein, jongens. Hij is gewoon even groot als mijn neus. We gaan verder met nummer 3. Die zit hier. Ik maak gewoon alles open nou met de schaal, want ik ben al gewond dus, hè. Oh, dit zijn ook losse glitters, maar dan in een andere kleur. Mooi. Nou heb je bruin en heb je zilver. Dan ga ik verder. Dit was 3. Waar is 4? Hier is dan 4. Gaan we 4 openmaken. Ook weer een glossje. We hebben nog zo'n extreem overdreven kleine miniatuur lipgloss. Dit is een beetje een meer fel oranje kleur. Is dit ook glitter? Ja, hier zit ook een heel klein beetje glitter doorheen. Kijk, deze is meer oranje en die daarnaast was meer lichtroze. Wel heel handig voor in je tas, maar ik vind ze wel echt, ik vind het eigenlijk een beetje niet oké klein. Ik vind het een beetje, ja, een beetje too much. Nummer 5, die zit hier. Oké, ik denk dat alle glossjes en zo overdreven klein gaan zijn. Dit is alleen geen gloss, dit is een matte liquid lipstick. Oké, mooi. Een beetje een bordeaux kleurtje. Oeh, die swatchte heel fijn. Heel zacht. Kijk. Een beetje paars. Ik vind die kleur heel mooi. I like it. Next one is nummer 6. Die zit hierboven. Die is heel lang.
Ja, dit was al wat ik dacht. Een oogpotloodje. Deze is bruin. Een bruin oogpotloodje. Echt heel extreem bruin. Echt een beetje zwartbruin. Altijd handig om te hebben. Die is wel gewoon full size. Gewoon groot. Hier is echt verstopt nummer 7. Ik kon die echt niet vinden gewoon. Die is ook weer lang. Dus misschien ook een potloodje. Ja, dit is ook een potloodje. Zo, die vloog even weg. Een mat lippotloodje. Rode kleur. Wauw, deze vind ik mooi. Oh, hij is wel echt felrood. Hier is hij meer bordeauxachtig, maar hij is gewoon felrood. Hier ben ik echt heel blij mee. Potloodjes zijn altijd handig. Nummer 8, die zit hier. Oh, een mini versie van hun hula bronzen. Ook weer echt een overdreven kleine. Dit is de Honolulu bronzer. De dupe van de Benefit hula bronzer. Kijk, een kleine matte bronzer. Deze is niet echt heel heel klein, maar ja, een bronzertje vind ik wel cute. Ik persoonlijk vind de B7 Honolulu bronzer niet fijn, dus voor mij is hij niks. Maar als hij voor jou wel iets is, ja, wel cute. Dan gaan we verder. Nummer 9, die zit hier helemaal aan de zijkant. Die is ook weer lang, dus ik denk ook weer een potloodje of zo. Dit is ook weer zo'n mat lippotloodje, een beetje in een roze kleur. Ja, heel mooi, kijk. Dan heb je rood en roze. Dan gaan we weer door. Waar was ik nou gebleven? Nummer 9. Dan gaan we nou verder met 10. 10 is weer zo'n vierkant blokje hier beneden. Oh, een blusje. Oh, dat vind ik cute. Oh, dit vind ik wel heel leuk. Een cheeky flusher blush. Dit is wel een hele glanzende blush. Is het wel een blush? Ik vind het meer een highlight. Dit is de kleur. Ja, het is een hele heftige glanzende kleur. Ik zou het meer gebruiken als highlight dan een blush. Maar ik vind het wel een heel leuk product. Nummer 11, die zit ernaast. Hier onderin. Oh, nog meer glitters. Nou hebben we roze glitters. Dit zijn echt hele mooie paars-rozige losse glitters. Dus zo'n kleur heb ik nou ook op mijn ogen gedaan. Dus mocht je niet weten wat je nou hiermee moet. Nou kijk, zoals je kunt zien. Het hoeft niet heel heftig te zijn. Mensen zien glitters en denken meteen, oh, nee, veel te heftig. Maar als je gewoon een klein beetje opdoet zoals ik heb gedaan. Is het echt helemaal niet too much. Dus nou heb je 3 kleuren. Dan gaan we verder met 12. Die zit hier. Dit is een Big Lash mascara, ook weer in een kleine variant. Niet te klein, dus gewoon een kleine handige to-go mascara. Heel handig. Dit vind ik wel leuk. Ik vind het ook leuk dat ze best wel veel verschillende producten hebben erin. Dat is wel fijn. Shit, ik ben nou weer vergeten waar ik was. Ik denk 12. We gaan verder met 13. 13 zit hier. Oh, we hebben weer een extreem kleine matte liquid lipstick. Oh, ook weer een beetje in een donkere roze-achtige kleur. Ik ga die even naast die andere swatchen. Ze swatchen echt heel fijn. Echt een hele goede dekking. Kijk, dit is de kleur ernaast. Dus dan heb je echt donker paars en meer een lichte paars. Ook een mooi gemix zo met een glossje erop. De volgende is dan nummer 14. Die zit hieronder. Dat is weer zo'n blokje. Ik vind de blokjes leukste. Want dan weet je niet of het een blush is of een bronzer of whatever. Oké, mensen, de batterij was leeg van mijn camera. Dus ik heb heel even een andere erin gedaan. We waren gebleven bij nummer 14. Die zat hier. En dat is volgens mij een liquid highlighter. Ja. Mini Beam Me Up Illuminator. Heel erg cute. Ik ga die niet openen, want ik wil die in mijn winacties gaan doen. Want ik ga die niet gebruiken, dat weet ik al. Want ik heb al grotere varianten ervan. We gaan verder. Nummer 15. Die zit hier. En we hebben weer een extreem kleine. Is het een matte lipstick of is het een gloss? Een matte lipstick in een meer een nude kleurtje. Die andere twee waren best wel heftig. En dit is een nog lichtere. Het is wel allemaal paars, zoals je kunt zien. En dit is dan deze. Dus een iets lichtere versie van die andere twee. We gaan gewoon steeds iets lichter. Hallo, scherp. Oké, volgens mij waren we bij 16. Die zit hier. Highlighter. Dit is de kleine versie van de B7 Glow Commotion Highlighter. Dit is echt een geweldige highlighter. Dus
Ja, deze is echt geweldig. Ik heb hem al, maar als ik hem niet zou hebben, dan zou ik hier nou echt heel happy mee zijn geweest. Nummer 17, die zit hier. Dat is weer zo'n klein vakje. Dus ik denk weer zo'n lipstick of een lipglossje. Ja. En weer een matte lipstick. Ook dit is weer een beetje een nude kleur, maar deze is meer bruin. Die andere waren echt paars. Oh, deze is heel mooi. Kijk, deze is echt meer bruin. Mooi man. Nummer 18. Dat is ook weer zo'n verpakkingje. Ik hoop op een gloss. We hebben al een aantal matten gehad. Oh nee, het is weer een matte. In een bordeaux rood. Moet rood, hè, want het is kerst. Dus we moeten wel op zijn minst één rood hebben. Gewoon een fel rode kleur. Gewoon vrij normaal. Gewoon een rode matte liquid lipstick. Nou mensen, we zijn op dreef al bijna klaar. Nou gaan we naar nummer 19. Die zit hier. En ook dat is weer zo'n verpakking. Dus misschien weer zo'n lipstick. Oh nee, nou is het een gloss. Ja. Eindelijk. Want we hadden maar een aantal glossjes gehad. En nog niet echt veel. Heel mooi. Ook weer zo'n glanzende glitterkleur. Ik ga die even naast de andere twee glossjes swatchen. Dit is een beetje een iridescent kleur. Een beetje paarsig, rozig. Kijk, hier is hij. Kijk, ik weet niet echt of je het heel goed kunt zien. Maar hier is hij dus. Deze roze kleur. Dit zijn dus de drie glossjes. Next, nummer 20. Die zitten hier. En ook dat is weer zo'n vakje. Dus weer iets voor de lippen. Oh, wauw. Het is weer zo'n glossje, maar deze is heel mooi goud. Oh, ik hou van dit soort kleuren. Heel mooi. Kijk, hoe mooi. Love it. Volgende is volgens mij 21. Ik ben altijd bang dat ik er één vergeet. Want bij de Essence Advent kalender was dat al gebeurd. 21. Weer zo'n potloodje. Weer zo'n matte lippotloodje. Een beetje een bruine nude kleur. Paars-bruinachtig. Matcht mooi met de matte liquid lipsticks. Ik weet niet of dat expres is gedaan. Maar ze matchen wel. Dus dat vind ik wel fijn. Want je kunt ze dan allebei gebruiken. Alleen is de ene extreem groot. En de andere extreem klein. Nog drie te gaan. We zijn nu bij nummer 22. Dat is ook weer zo'n vierkant vakje. Oh, de W7 Banana Poeder. Ik vind de W7 Banana Poeder heel erg fijn. Hij is wel echt heel geel. Dus voor een lichte huidskleur gaat hij waarschijnlijk iets te geel zijn. En hij is ook wel weer een beetje extreem klein. Voor een poeder moet hij toch wel iets groter zijn. Want anders heb je hem al op binnen één keer gebruiken. Dus ja, dat vind ik wel minder. Maar ik vind het wel leuk dat hij erin zit. Even kijken. 23 zit hierboven. Dat is weer zo'n potloodje, I think. Ja. En nu hebben we een zwart oogpotlood. Nu hebben we een bruin oogpotlood en een zwarte. Oeh, hij is ook echt heel zwart. Kijk. Zwart en de bruine naast elkaar. En dan de laatste, last but not least, komen we aan bij 24. En die is ook lang, dus ik denk ook weer iets van een potloodje of zo. Ik vind het wel jammer dat er niet iets in zit van een mini oogschaduwpaletje of zo. Dat had ik wel echt heel leuk gevonden, maar ja. Het is wat het is, hè. Laatste hebben we dan een blauw oogpotloodje. King Cole oogpotlood. Gewoon een mat oogpotloodje. Dan hebben we dus nou bruin, zwart en een blauwe. En dat was het dan. Dat was de hele adventkalender. Hij is leeg. Nou, zoals je kunt zien, hij is helemaal leeg. Ik vond het een mooie adventkalender. De kwaliteit is niet echt super goed, maar hij is maar 20 euro. Qua inhoud vind ik het een hele mooie inhoud. Ik moet wel zeggen, de glossjes en de matte liquid lipsticks vind ik wel een beetje te klein. Ik had het toch wel ietsje groter gewild. Al was het zo. Kijk, ongeveer zo, dan had ik al wel iets beter gevonden. Maar ik vind ze wel allemaal heel mooi. Ik vind de producten wel echt allemaal heel verschillend. Je hebt een bronzer, highlighter, blush, poeder, mascara, lippotlood, oogpotlood, glossjes, liquid glow, matte liquid lipstick. Dus je hebt echt heel veel glitters. Je hebt echt heel veel verschillende producten. Wel moet ik zeggen, het viel mij al op dat de adventkalender lijkt op die van afgelopen jaar. Ik vind dat de inhoud ook lijkt op die van afgelopen jaar. Dus mocht jij afgelopen jaar een W7 adventkalender hebben gehad en de producten nog hebben, dan heeft het niet echt veel nut om nog zo'n adventkalender aan te schaffen, want ze lijken echt best wel veel op elkaar. Maar ja, als je dat niet hebt, dan vind ik het echt een heel leuk cadeau voor iemand anders. Ik was blij geweest als iemand mij de W7 adventkalender had gegeven. De kleuren zijn ook allemaal heel erg mooi. Nou, vonden jullie de video weer leuk? Let me know in de comments. Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier twee video's die je ook kunt gaan bekijken en mijn gezicht in beeld om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij mijn volgende video. Doeg!